laatst liet ik in een vlog zien dat ik wraps at als avondmaaltijd. En toen kreeg ik de vraag van Marloes, kun je eens laten zien hoe je deze wraps maakt? Kun je het recept daarvan delen? En natuurlijk kan ik dat, al moet ik toegeven dat deze wraps niet het meest gezonde zijn wat ik eet. Nu zat ik na te denken van, ga ik een gezondere variant maken en dat recept delen? Toen dacht ik, nee, weet je, laten we dat niet doen. Laat ik gewoon precies de wraps maken die ik altijd maak. Leek me wel zo eerlijk. En ik ga je natuurlijk wel vertellen hoe je ze eventueel nog gezonder kan maken. Maar naar mijn idee zijn de wraps, hoe ik ze maak, gewoon heel gezond. Alleen niet top of the bill gezond. Snap je het nog? Het is niet het meest gezonde wat je kan eten. Maar in mijn idee gewoon een hele gezonde keuze. Goed, genoeg gebabbeld. Ga maar mee naar de keuken. Ik laat je precies zien hoe ik mijn wraps uit de oven het liefste maak. Goed, wat heb je nodig voor mijn ultieme wraps? Allereerst kip. Voor twee personen neem je ongeveer 300 gram kip. Dan gebruik ik altijd roerbakgroenten. Als je het super gezond wil maken, kun je beter verse groenten nemen. Want roerbakgroenten zijn al gesneden en bevatten daarom iets minder vitamines en mineralen. Maar goed, ik vind ze heerlijk, dus ik gebruik deze. Verder champignons, sweet chili saus. Deze kun je natuurlijk weglaten als je het helemaal gezond wil hebben. Kaas. Ik gebruik gewoon 48 plus kaas. Maar als je het ietsje gezonder wil maken, gebruik dan 30 plus kaas. Ik heb een gewone tortilla wraps, de grote variant. Als je hem gezonder wil maken, pak dan de volkoren variant, de volkoren wraps, of maak ze zelf. Ik heb Italiaanse kruiden vandaag, maar je kunt alle kruiden gebruiken en een beetje olie of boter om in te bakken. Allereerst verwarm je de oven voor op 200 graden en dan ga je de kip in kleine stukjes snijden. Je hebt trouwens straks ook een ovenschaal nodig, maar dat komt straks wel. Eerst de kip helemaal fijn. Ik heb een pan op het vuur gezet met een beetje bakboter erin en daar gaat de kip bij. En ik doe er gelijk ook op gevoel wat van de Italiaanse kruiden bij. Ik houd wel van veel kruiden, dus lekker veel erin. Eventueel kun je ook nog peper en zout naar smaak toevoegen, maar ik vind dat zelf eigenlijk gewoon niet nodig. Na ongeveer 2 minuten is de kip half gaar en dan doe ik de roerbakgroenten erbij. En dan ga ik ook gelijk de champignons toevoegen. Ik doe dat altijd gewoon zo uit de hand. Maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon snijden op een snijplank. Maar ik vind het altijd zo lekker makkelijk, lekker snel. Dus zo gaan de champignons erdoor. Dan roer ik alles even heel goed door en laat ik het geheel goed gaar worden. Zo, alles is goed gaar. Nu gaat het vuur uit. Laat het vooral trouwens niet te lang doorbakken, want anders wordt de kip helemaal taai. En dat wil je niet. Het is tijd om de wrap te vullen. Ik heb er een op een bord gelegd en hier ga ik een flinke hoeveelheid van het mengsel opscheppen. Wat ik voor mezelf altijd doe, is dat ik de wrap echt heel erg vul. Echt zoveel als erin past. En dan heb ik aan één wrap gewoon genoeg. Mijn vriend die doet liever een lichter gevulde wrap en die neemt er dan een aantal. Dat vindt hij lekkerder. Maar om het iets gezonder te maken, neem ik maar één wrap. De wrap is dus flink gevuld en ik heb een ovenschaal erbij gepakt die ik een heel klein beetje heb ingevet met een beetje olie. Wat ik nu ga doen is de wrap dichtvouwen en in de ovenschaal leggen. Ik maak nu trouwens eventjes alleen voor mij. Sven die eet straks namelijk later en die vult zijn wraps later. Dus ik heb de vulling gewoon al voor hem klaargemaakt. Wat ik nu doe is een satéprikkertje pakken en die steek ik in de wrap. En dat satéprikkertje zorgt er natuurlijk voor dat die dicht blijft, maar dat lijkt me logisch. Dan heb ik hier een beetje kaas. Ik heb hier 15 gram kaas en dat is ook gelijk het maximum wat ik probeer voor mezelf te doen. Kaas is natuurlijk erg vet en ik wil niet te veel toevoegen. 10 à 15 gram gebruik ik meestal. Nou, vandaag moet ik sporten, dus doe ik lekker 15 gram. Ik doe ook wel eens ongeveer 10 gram. Vaak doe ik het gewoon op gevoel hoor, dan weeg ik het niet helemaal af. De kaas gaat er overheen, verdeel het goed over de wrap, zodat overal een beetje kaas zit. En dan ga je de wrap in de oven zetten voor 10 minuten ongeveer op 200 graden dus. En ik vind het heel erg lekker om het laatste minuutje eventjes de grill aan te zetten. Dan krijgt hij een beetje een krokant laag. Zo, de 10 minuten zijn om. Ik heb de wrap uit de oven gehaald en nu is het tijd om hem voorzichtig op een bord te leggen. Dus met de spatel onder de wrap en hup op het bord.
Dan kan je stokje eruit, want hij blijft toch wel aan elkaar zitten. En dan vind ik het heerlijk om een klein beetje sweet chili saus eroverheen te doen. En nogmaals, dit kan je natuurlijk weglaten. Oh, dat is mijn telefoon. Dit kan je natuurlijk weglaten als je het nog gezonder wilt maken. Maar ik vind het gewoon heel erg lekker. En dan is dit mijn avondeten van vandaag. Mijn favoriete, heerlijke, toch wel enigszins gezonde wrap. Dat was mijn lievelingsrecept voor wraps uit de oven. Wil je de voedingswaarde weten van dit recept? Dus de calorieën, de eiwitten, de hoeveelheid vet en dat soort dingen? Ga dan naar mijn blog. Ik zal die hieronder linken. Daar heb ik precies de voedingswaarde voor jullie uitgerekend. En je ziet ook de voedingswaarde van het recept als je het hebt aangepast met mijn tips om hem nog gezonder te maken. Goed, voor nu hoop ik dat je het heel leuk vond om te zien. Ik zou het super leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Dat kan hier. En hier vind je twee video's die je misschien ook leuk vindt om te kijken. Ik bedank je in ieder geval voor het kijken. En ik zie je heel graag in de volgende video. Oh, en volg me ook even op Instagram. Hè? @optimavita. Doei doei!